Het is alweer bijna Valentijnsdag. De dag om je geliefde in het zonnetje te zetten. Maar doen de Schiedammers hier ook aan mee? Nou, eigenlijk niet. Ik moet gewoon werken. Je moet gewoon werken. Het is op een zondag. Ik werk in de zorg, dus dat hoort erbij. Maar je hebt wel een partner? Ja, absoluut. Wil je daarvoor dan niet wat leuks doen? Misschien nog wel, maar ik heb nog geen idee. Je mag ook wat leuks tegen hem zeggen. Nee, daar houdt hij echt niet van. Dan gaat hij me echt slaan. Slaan zelfs? Ja, dat is niet de bedoeling. Het is juist om, de bedoeling om aardig tegen elkaar te doen. Ja, maar dat doen wij gewoon zoals het hoort. Je partner die thuis op u wacht? Nee, die wacht niet op me. Nee. Maar die heeft u wel? Ja, die heb ik wel, ja. Wilt u dan niet wat leuks tegen diegene zeggen? Ja. Nou, ik wil dit wel zeggen. Die partner, daar hou ik ontzettend veel van. Hoe lang zijn jullie al samen? Hoe lang zijn we? 46 jaar. Nou, dat is mooi hoor, dat hoor je van niet meer vaak. En gaan jullie nog wat leuks doen met Valentijnsdag? Gaan jullie elkaar dan verrassen? Of doen jullie daar nog steeds wat aan? Nee. Dat moet ik wel geheim houden. Je hebt wel al wat op de planning staan dus? Ja, 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 absoluut. Oh. Ja, dat zit in mijn achterhoofd. Ja, je moet wel hè, een keertje. Nog steeds na die 46 jaar? Ja, absoluut. Ja. Ja. En wat doen jullie eraan om al zo'n lange goede relatie te hebben? Gewoon eerlijk zijn tegen elkaar en gewoon leuke dingen samen doen. Meestal samen, dat is gewoon gezellig. Lekker op vakantie en lekker een terrasje pikken, een marktje pakken. Dus, voor het eerst in jaren weer op de Schiedamse markt. Dus, Vindt u het wat? Nou, we zijn hier geboren en we komen uit Capelle aan den IJssel, daar wonen we al die jaren. En nou is Schiedam een beetje aan het verbeteren, ze zijn het leuker aan het maken. De winkeliers komen weer een beetje terug en ja. Daar zijn we nieuwsgierig van geworden. Dus misschien met Valentijnsdag een lekker hapje eten in Schiedam? Nou, dat zou best wel eens kunnen. Ja. Ga je nog wat leuks doen met Valentijnsdag? Nee, want ik ben alleen. En hoe komt dat? Scheiden, 14 jaar geleden. En geen zin meer in een andere relatie. En hoezo dan niet? Pijn gemaakt, belazerd, pijn gedaan. Dus ja, dan houd ik het op. Hè. Vind je het dan niet fijn om af en toe met iemand samen te zijn? Nee, nee. Helemaal niet naar op zoek? Maar je weet maar nooit wat je hier op de markt tegenkomt, hè? Ja, ik ben wel vrijgezel. Ik ga jou praten als straks de camera uitstaat. Oké. Okay. Ja, je kan nog een oproepje doen in de camera. Oh, meisje die mij interviewt, zou u mij contact op willen nemen? Ik wilde iets leuks doen voor mijn vriend, maar ik heb nog niks gepland. Nee. En doe je dat wel vaker, hem verrassen? Nee, maar hij was de afgelopen tijd zo lief, toen dacht ik, nou, hij verdient het wel. Ja. Wil je misschien nog wat liefs in de camera tegen hem zeggen? Nou, lieve schat, ik hou heel veel van jou en je bent de laatste tijd zo lief, dus je verdient wel iets liefs. Weet ik niet. Ik heb je wel een partner? Je hebt liever dat hij jou verrast dan jij hem? Dit keer wel. En u? Ik denk dat ik ga werken. Oh, ga werken. Ja. Oh ja, dat is wat minder fijn. Bruidsmode, dus dat is heel toepasselijk die dag. Ja. Het gaat dan gewoon door. Hij is in Rotterdam, dus een prachtige winkel. Dus, en wordt er uitgezonden? Jullie hebben allebei een partner. Willen jullie nog wat leuks zeggen in de camera? Nou, lieve schat, ik hou heel verschrikkelijk veel van je. Al 42 jaar en het gaat voorlopig nog niet over. Dankjewel. Ja, geweldig toch? Ja. Precies hetzelfde. Precies hetzelfde, alleen nog iets korter. Ik heb een mijnzoon. Nou, dat gaat toch helemaal goed komen? Dat is hartstikke leuk. Ik ga het, een verre neef ga ik een leuke kaart sturen. Want het is mijn lievelingsneef, dus dat doe ik. En die woont ver weg? Ja, die woont in Canada. Ja, ja. Bent u al wel eens op bezoek geweest bij hem? Nog nooit. Nee, hij is ver weg en een hoop centjes, hè. Ja. Kunt u misschien wat leuks zeggen tegen hem in de camera? Kunt u hem dat laten zien? Tuurlijk. Ik wens jou ook een prettige Valentijnsdag. Ik hoop dat je een kaart krijgt, dus of iets leuks. Ja? Hoe lang zijn jullie al samen? Een jaartje of 20. Ik denk het wel, ja. Ongeveer, ja. Gaan jullie nog wat leuks doen met Valentijnsdag? Nou, ik wacht op hem. Maar u vindt wel dat de meneer u moet verrassen? Nou, nee hoor. De vrouw mag ook de man verrassen, vind ik zelf. Ja, moet van twee kanten komen. En hoe doen jullie dat om de relatie al 20 jaar leuk te houden? Vaak ruzie maken en het weer goed maken. Ja? En hoe maken jullie het dan goed? Hoe doen we dat? Dan gaan we naar de markt in de Schiedam. Nee, maar ja, hoe hou je zoiets goed? Ja, geven en nemen, denk ik. Dat is eigenlijk wel de kracht van een relatie.
En elkaar blijven verrassen, bijvoorbeeld op Valentijnsdag. Kijk, ja. Ik ben hier blij de verwachting, hè? Want zij zegt de vrouw mag ook. Ik ook. Nou, nu wordt het spannend, want nu denken jullie van elkaar dat jullie elkaar gaan verrassen. En dan gebeurt er dadelijk niks op 14 februari. Nou, maar als je het allebei doet, is ook leuk. Dan wordt het een extra leuke dag. Zijn. Het hoeft toch niet in het groot te zijn. Het kan ook een heel iets eenvoudigs zijn. Dus we houden het in de picture. Je hebt ons aan het denken gezet. Wens jullie veel plezier. Dankjewel.